Hartelijk welkom, beste gemeenteleden van de gemeente Siddeburen, Zuchem en Steendam, kijkers via Regio Nieuws TV en iedereen die misschien toevallig langskomt. Vanmorgen vieren we Pinksterfeest, het feest dat de Heilige Geest gekomen is. God is niet een God die op afstand blijft, ook niet een God die naar ons toekomt, maar God is een God die in mensenharten wil wonen. Dat vieren we met de komst van de Heilige Geest. We willen nu eerst stil zijn voor het aangezicht van onze God. We spreken ook vanmorgen uit dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Namens die God mag ik ook groeten. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In 1 Korinthe 14, vers 33, schrijft de apostel Paulus: want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Dan kunnen we nu luisteren en eventueel meezingen gezang 304, de versen 1 tot en met 3. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Gezang 304.
willen nu luisteren naar het gebod van onze God, zoals we dat vinden in Deuteronomium 5. De wet van de 10 geboden uit Deuteronomium 5. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur. En hij zei: Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u. Nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden in het land worden en opdat u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. En u zult niet begeren de vrouw van uw naast. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naast. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin. Nog op zijn rund, nog op zijn ezel. Nog op iets wat van uw naast is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf ze aan Mozes. Dan willen we ook luisteren naar de samenvatting van deze 10 geboden door onze Heer en Heiland. Markus 12. Jezus zegt: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is 1. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dan wat er nu gezongen, gezang 305, versen 1 en 2. Waar God de Heer zijn schreden zet. En o Heer, uw onweerstaanbe woord. Gezang 305.
Dan willen we ons nu klein maken voor het aangezicht van onze God en hem om zijn genade aanroepen, zijn Heilige Geest ook vanmorgen in ons midden. Laten we bidden. Grote en goede God, barmhartige Vader in de hemel, wij danken u voor wat u gedaan hebt. U hebt het werk van de verlossing tot een hoogtepunt gebracht. U hebt uw Zoon gestuurd om te lijden en te sterven. Uw Zoon heeft zijn kostbaar bloed vergoten om zondaren te redden. Geef dat we het aannemen, geloven, dat u, Heer Jezus, ook voor ons, voor mij gestorven bent. Dat mijn zonden vergeven zijn. Maar Hemelse Vader, u hebt ook uw Heilige Geest gegeven. In overvloedige mate uitgestort op die Pinksterdag. Uw Heilige Geest die alles nieuw maakt. En mensen, harten verandert. Heilige Geest, we danken u dat u gekomen bent. Want u bent niet een onpersoonlijke kracht. Maar u bent een persoon. En we mogen ook u aanbidden. En aanroepen. En vragen, wilt u in onze harten komen? Want door u bestaat deze schepping. U bent overal. Door u vindt de wisseling van de seizoenen plaats. En zo bezielt u alles. Maar dan blijft u nog op afstand. U bent niet een God op afstand. U bent juist een God van heel dichtbij. Zo dichtbij kan niemand komen. Wij danken u, Heilige Geest, dat u in mensenharten wilt wonen. En vragen u, wilt u dat ook doen vanmorgen? En daar gebruikt u heel simpele middelen voor. Woorden van mens. Prediking. Verkondiging. Wat bent u toch een grote en goede God. Dat u zo nederig wilt zijn en van zulke eenvoudige middelen wilt gebruik maken. Dat u van mensen middelen wilt gebruik maken. En daarom vragen we u, wees er vanmorgen bij in ons midden. Zegen ons, zegen de verkondiging, zegen uw dienaar en zegen iedereen die meeluistert. Geef ons uw genade mee, uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen twee schriftlezingen. Eén uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing die is uit Genesis 11, de versen 1 tot met 9. Genesis 11, de versen 1 tot met 9. Lezen we. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken, dat ze een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van een stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde.
Tot zover Gods woord. Luister nu naar Psalm 33, het vierde vers. Wat ook de volkeren beramen. Psalm 33, vers 4. De tweede schriftlezing is uit Handelingen, het evangelie van Pinksteren. Uit Handelingen 2, de versen 1 tot met 13. Handelingen 2, de versen 1 tot met 13. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldig windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij het dan horen? Een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn. Parten, Meden en Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover Gods onfeilbaar woord. Dan willen we nu zingen van lied 132 uit de bundel van Johannes de Heer. Versen 1 en 3. Heer, ik hoor van rijke zegen en Heilige Geest wil niet voorbij gaan. Lied 132, versen 1 en 3. Dan komt er een korte uitleg voor jullie, jongens en meisjes. En daarna zien we nog het vijfde vers van lied 132. En dan komt de preek.
Eerst dus nu de versen 1 en 3 van lied 132 uit de bundel van Johannes de Heer. Jongens en meisjes, het is Pinksteren vandaag. We vieren dat de Heilige Geest gekomen is. Maar wat doet de Heilige Geest? Ja, wat doet Hij? Nou, Hij zorgt ervoor dat mensen luisteren naar wat God te zeggen heeft. Dat ze niet alleen luisteren, maar het ook aannemen en gaan doen. Zo net hoorden we van mensen die een toren gingen bouwen. Ik denk dat jullie ook wel eens een toren hebben gemaakt. Van Lego, Kinex of zand. Een hele hoge misschien wel. Wat mooi. Nou, die mensen in Babel gingen ook aan het bouwen. En ze maakten een toren hoger dan de Martini-toren in Groningen. Heel hoog, tot in de hemel. Tenminste, dat wilden ze. En waarom wilden ze dat? Nou, ze waren trots en hoogmoedig. Die toren moest een teken zijn van hun macht. Zodat iedereen op aarde zou zeggen: heb je wel gehoord van het Babelvolk? Wat een volk is dat! De Heere God is er helemaal niet blij mee. En daarom zegt de Heere God: ik zorg ervoor dat al die mensen elkaar niet langer kunnen verstaan. Dan moeten ze wel ophouden met bouwen. En zo is het gebeurd. Daarom zijn er zoveel talen in de wereld. Engels, Chinees, Russisch, Gronings en Fries. En noem maar op. Niet te tellen gewoon. Vandaag is het Pinksteren. En vieren feest. Wat voor feest? Het feest dat de Heilige Geest gekomen is. We hebben er zo net van gehoord. Eensklaps horen de mensen een geluid. Alsof het geweldig ging stormen. En de discipelen, ze zagen opeens allemaal vlammetjes van vuur boven op hun hoofd. En ze begonnen in vreemde talen te spreken. En het gekke was, die mensen, Joodse mensen, uit alle landen van de wereld, ze konden het ineens begrijpen. Ze konden het verstaan. Een wonder. Wat doet de Heilige Geest? Gods geest zorgt ervoor
dat mensen gaan begrijpen wie God voor hen is. En dan maakt het niet uit wie je bent of waar je woont. Hoe verschillend ook. Overal op deze wereld geloven mensen in de Heer Jezus. En dat is een wonder. Dat is het wonder van Pinksteren. En daarom is het feest. Vandaag en morgen. Vier jij het ook mee? Dan zingen we nu lied 132, het vijfde vers. Liefde Gods zo rein en krachtig. Lied 132, vers 5. Broers en zusters, zingen we straks of luisteren we naar lied 167 uit de bundel Opwekking. Dat is ons ander lied op de verkondiging. Samen in de naam van Jezus. Lied 167 uit de bundel Opwekking. Broers en zusters, ik mag u vanmorgen het Pinkster-evangelie brengen uit Genesis 11, vers 9 en Handelingen 2, vers 11. Genesis 11, vers 9, daar lezen we: daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. En het Pinkster-evangelie, Handelingen 2, vers 11, deze woorden. Daar zeggen ze, de mensen, wij horen hen in onze taal van de grote werken van God spreken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag vieren we Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. En Gods Geest, die van boven komt, is niet een geest van verwarring. Ook niet een geest van onvrede. De Heilige Geest brengt integendeel juist orde in de chaos. En vrede in het leven van mensen. Die geest hebben we vandaag de dag misschien wel meer nodig dan ooit. Als je kijkt naar deze wereld. Als je kijkt naar de kerk. Gods geest hebben we nodig. Gods geest die vrede kon brengen. En vieren vandaag dat die geest van God gekomen is. Hij is er gekomen. Het gebeurde op die allereerste Pinksterdag. Jeruzalem zat vol, stamvol. Ze waren van heinde en verre gekomen, Joodse mens, om feest te vieren voor God. Want Pinksteren was een dankfeest. Dankfeest voor de eerste opbrengst van de volle oogst. Die vanaf nu binnengebracht ging worden. En van alle kanten, uit alle oorden op deze wereld, waren ze samengekomen. En toen gebeurde er iets waar niemand van al die feestgangers op gerekend had. Ja, een kleine groep, zo'n 120 mannen en vrouwen. Ja, zij zaten te wachten, al 10 dagen lang,
op wat de Heer Jezus hen beloofd had. Voor hen kwam het niet onverwacht. Maar voor al die anderen wel. Gods geest komt uit de hemel stormen. Een geweldige windvlaag vulde het huis waar de discipelen samen waren. Dat is orkaankracht. Maar voor de rest was het bladstil. Er bewoog nog niet één blaadje aan de boom. En tongen als van vuur kwamen binnenwaaien. Ze verdeelden zich boven de hoofden van Jezus' leerlingen. En die begonnen te praten. In andere talen, zoals de Heilige Geest het hun ingaf om uit te spreken. Die enorme mensenmassa, samengestroomd uit de vier windstreken. Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië en noem het maar op. De een zegt tegen de ander. Zeg, joh, heb jij dat nou ook? Ik kan ze verstaan. Ik kan het helemaal volgen. Het is net alsof ik weer thuis ben. In de streek waar ik vandaan kom. Waar ik geboren en getogen ben. Hoe kan dat? Hoe bestaat het? Nooit geweten dat zulke eenvoudige visserslui uit Galilea zulke talenwonders waren. Waar halen ze het toch vandaan? Tja, waar halen ze het vandaan? Dat hebben ze niet van zichzelf. Dat hebben ze gekregen van God. Maar daarmee zet het Pinksterfeest ons wel met één klap terug in de tijd. Terug naar het begin van de mensheid. Toen was er sprake van spraakverwarring. Op de Pinksterdag is er sprake van spraakontwarring. Mensen gaan elkaar weer begrijpen. Verstaan. Maar vooral, ze gaan God weer begrijpen. En dat is het allermooiste. In elk geval het allerbelangrijkste. Wij horen hen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. En dat doet de Heilige Geest. Aan het begin was dat wel anders. In Genesis 11 lezen we van de torenbouw van Babel. Toen vormde de mensheid nog één geheel. Ze hadden één taal en blijkbaar ook één streven. Maar het was een eenheid gericht op eigen kracht en eigen grootheid. En de mensheid wilde samen blijven. En om dat zo te houden, gingen ze samen een stad bouwen. Met een toren, die tot in de hemel reiken moest. De mensheid toen was één in haar streven tegen God. De mensen van Babel begonnen te bouwen. Er zat hoogmoed achter. Hun toren moest hoger en hoger. Tot in de hemel komen. Ze wilden zijn als God. Op die manier wilden ze ook beroemd worden. In de Bijbel staat: en laten we voor ons een naam maken. Zodat iedereen erover zou praten. Moet je eens kijken wat dat Babelvolk bereikt heeft. Ja, hoogmoed. Maar er zat ook angst achter. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. En dat wilden ze nou net niet. Ze wilden bij elkaar blijven. Terwijl de Heere God hen juist had opgedragen om dat wel te doen. Zich verspreiden over heel de aarde. Verzet dus tegen God en zijn plan. Dat zat erachter. Hoogmoed, mateloze arrogantie en angst. Dat waren de ingrediënten voor die koortsachtige activiteit van de Babelmens. Eén volk, één taal, één toren. Dat was een leus. Waar hebben we dat meer gehoord? Het Babelvolk wilde iets waardoor ze voor eeuwig
zullen blijven voortleven in de herinnering van de mensheid. Een monument van een duizendjarig rijk. Monument tot meerdere eer en glorie van de mens. Zo was de Babelmensheid betoverd. Er moet een toren komen. Een toren tot in de hemel. En daarvoor werden alle krachten ingezet. En dan komt God kijken. God moet er voor uit de hemel komen. Lezen we in Genesis 11, vers 5. En dat is nou de humor van de Bijbel. Die geweldige toren. Waar de mensen kortzachtig mee bezig zijn. Waar iedereen tegenop kijkt. Dat ontzagwekkende monument van mensenmacht en mensenverstand. Wie zou niet van onder de indruk raken? God moet er vooruit de hemel komen om dat kleine stipje op de aardbol te kunnen zien. En God lacht erom. Al die mensen druk als bezige bijtjes. De Heere God lacht hen vierkant in hun gezicht uit. De Heere kijkt het allemaal eens aan. En hij grijpt in. God zegt bij zichzelf. Als ze erin slagen om die toren af te maken. Dan zullen ze pas echt het idee hebben dat ze alles kunnen. En daarom zorgt God voor een spraakverwarring. Wat ze met z'n allen nou net niet wilden. Verspreid raken over heel de aarde. Dat gebeurt nu net wel. En alle streven naar groter, hoger en allemaal meer. Het valt in duigen. Dat is de humor van God. Het kerkje van de timmerman die een muurtje aan het metselen is, krijgt van zijn baas te horen, dat is bekaamd mis. Maar het kerkje denkt, beaucoup, ça va bien. De architect zegt tegen de uitvoerder, het kan net. Maar de uitvoerder denkt, kan dus net. Met alle gevolgen van die. En zo ontstaat er één grote spraakverwarring. Dat kleine mensje op die kleine planeet aarde kan zich heel wat verbeelden. Het is en blijft altijd een streven van onderop. De mens die hogerop wil, naar boven, als God wil zijn. Het streven naar macht, aanzien, naar de top. Torenbouw van Babel. God blaast erin en alle grootse plannen vallen in duig. Ze praten wel en ze praten veel. Maar ze verstaan elkaar niet meer. Maken we dat vandaag de dag ook niet mee? De machtigen der aarde maken volop grootse plannen. Kan niet op. Totdat er in dat verre China, ergens in een plaats Wuhan, een virus uitbreekt. Dat de hele wereld platlegt. Of in ons eigen land. De VVD behaalde een klinkende overwinning bij de verkiezingen. Premier Rutte maakte zich al op voor zijn vierde kabinet. Totdat er op een foto een A4'tje te zien was. Met erop een klein zinnetje. En het gevolg? Politiek Den Haag zit vast in een spraakverwarring. Ja, maar gelukkig. Met Pinksteren is dat totaal anders. Ook op die dag komen mensen samen. En God blaast op hen. En ze krijgen zijn geest. Ze worden één. Ja, de discipelen. Ze zijn één. En waarom? Nou, door alles wat ze meegemaakt hebben. Samen met Jezus. Daardoor is er een eenheid. Jezus' leerlingen hebben meegemaakt wat God allemaal heeft gedaan. Daardoor zijn ze één. En wat een vreugde. En ze zijn één in hun streven. Nee, niet om met z'n allen de hemel te bestormen. Ze zijn één om met z'n allen veel uit de hemel te verwachten. Zoals hun Heere en Heiland hun zelf beloofd heeft. De Heilige Geest. En als dan die Heilige Geest komt, van bovenaf, in wind en vuur,
dan raken de discipelen ook in vuur en vlam. En ze gaan praten in andere talen. Iedereen kan het begrijpen. Er is geen woord Frans bij. Waar praten ze dan over? Over hun eigen heldendaden? Wel nee. Hun mond is vol van de grote daden van God. En de mensen, die staan stom verbaasd te kijken. En ze vragen zich alleen maar af. Wat overkomt ons nou? Ja, Gods geest zorgt ervoor dat de mensheid weer één taal gaat spreken. Of beter, nauwkeuriger gezegd, die ene geest van God zorgt ervoor dat al die verschillende mensen, met al hun verschillende talen, al hun verschillende afkomst en al hun verschillende achtergronden, één ding gaan horen. Hoe verschillend ook, ze horen allemaal precies hetzelfde. Ze horen vertellen van de grote daden Gods. Het komt verschillende keren terug. Twee keer, wij horen hen in onze eigen taal. En tenslotte het summen. Wij horen hen in onze taal van de grote daden Gods spreken. Gods geest zoekt mensen op. In hun eigen omgeving. Gods geest zorgt ervoor dat apostelen gaan spreken. En dat iedereen het kan begrijpen. In zijn of haar eigen taal. In Babel werd de spraak verward. Mensen gingen brabbelen. Daar zorgde God voor. Dat gebral van mensen. Wij zullen dit en wij zullen dat. Het werd gebrabbel. En o wonder. Pinksteren is de omgekeerde wereld. Pinksteren is het feest van de spraakontwarring. Mensen gaan elkaar weer begrijpen. Verstaan. Ze ontmoeten elkaar. Ze aanvaarden elkaar in Jezus. Ze gaan weer beantwoorden aan Gods bedoeling. Waar gebeurt dat? In de kerk. En waar is die kerk? Die kerk is daar waar mensen buigen voor Gods woord. Daardoor berouw krijgen over wat ze gedaan hebben. En ook vertrouwen stellen op wat God in zijn woord aan hen belooft. Gods geest is uitgestort. En hij is nog steeds wel degelijk aan het werk. De Heilige Geest is daar waar ruimte komt in mensenhart. Voor de klare taal van het evangelie. Dat evangelie dat zegt, je bent een zondaar. Je hebt redding nodig. En die redding is te krijgen vrij. Neem het aan, geloof in Jezus. En je bent vrij. En daarom, gemeente, we hoeven ons niet te laten ringeloren. En als christenen in Nederland mogen we best wel wat meer lef tonen. Want de boodschap die we hebben, is de beste die er is. Ja toch? Er is een verlosser. Jezus, de Zoon van God. En hij wil ook jou, mijn redder zijn. Zo brengt Gods geest mensen samen. Ze herkennen elkaar over kerkmuren heen. Ook al zijn er dan verschillen in liederen, in cultuur. Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Gods kinderen herkennen elkaar. Want het is uw geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. De vraag is alleen, geloven we dat nog wel? Of laten we de moed zakken en het hoofd hangen? God is niet veranderd. Gods woord ook niet. En we hebben een woord voor de wereld. Een woord dat mensenlevens verandert. Is het al werkelijkheid geworden in onze eigen levens? Wat er dan gebeurt? Tja, dan kan het dat de een op een schip gaat. De Logos of de Anastasis. Om mensen in andere culturen, ver weg, in Azië, Afrika,
al waar ook maar, het evangelie te vertellen. En weer anderen gaan aan de slag in eigen land. Een diaconaal jaar bijvoorbeeld. Of ze gaan in de zorgsector, het onderwijs of de politiek. Maar het kan ook zijn dat je gewoon thuis blijft en goed zorgt voor eigen gezin. Ja, mensen, je kunt overal tot een zegen zijn. Als je gelooft in de Heer Jezus en je laat leiden door zijn geest. Daarom, geef ruimte aan Gods geest. En dan graag opletten. Opletten graag. Want dat moet ik nog wel even kwijt vanmorgen. Er komt een tijd dat de Babelcultuur nog één keer de kans krijgt. Mensenmacht en mensenwaan gaan nog één keertje proberen om een toren van Babel te bouwen. Tegen Gods bedoelingen in. En leidt onze westerse cultuur niet daar volop mee bezig? Op die Babelcultuur van de eindtijd? Ja, dat wordt een moeilijke tijd voor Gods kinderen, de kerk. En in de eindtijd, de grote afval, zal het lijken alsof God verder weg is dan ooit. Omdat mensen zo vol zijn van zichzelf. Vol van eigen plannen en verlangens. Dat ze geen oog meer hebben voor God. Het zal lijken alsof ze alles zelf wel kunnen. En misschien komt er een tijd dat we niet meer naar de kerk kunnen. Net zoals nu al gebeurt in deze coronatijd. Misschien moeten we dan stiekem samenkomen. In het geheim. Zoals christenen in Saoedi-Arabië, Pakistan en China nu al. En in die eindtijd van de Babelcultuur, dan komt het erop aan en komen we voor een keuze te staan. Kiezen we ervoor om mee te gaan met die grote stroom, met het Babelvolk, dat met al zijn bravoer toch maar brabbelt? Of kiezen we voor Gods volk, dat wel klein lijkt, maar vertrouwt op een grote, ja wat zeg ik, almachtige God? Ja, hoe zou het gaan? Eén ding is zeker. Het is Pinksteren geweest. En Gods geest is gekomen. In deze wereld. En hij gaat er nooit meer uit weg. Sterker nog, Gods geest komt in mensen wonen. De Heilige Geest, hij is God in ons. Dichterbij kan God niet komen. En wat mensenmacht en mensenwaan ook kunnen bedenken. Het zal uiteindelijk allemaal mislukken. Zoals God eens de plannen van de mensen met de toren van Babel onderuit haalde. Zo zal ook dat laatste Babel, de grote hoer, vallen. Als Jezus terugkomt op de wolk. In de tussentijd, waar kiezen wij voor? Kies voor Jezus, dan kun je feest vieren. Nu al, omdat Gods geest gekomen is en blijft. En hij houdt ons overeind. Hij houdt ons staande in het geloof. Maar dan moeten we ook bidden. Om die Heilige Geest. Dat hij ons bezielen zal. Enthousiast maken voor dingen van God. En om trouw te blijven. Totdat Jezus komt. Doen we dat? Dan hebben we een gezegend Pinksterfeest. Amen. Thank you.
Dan willen we nu de Heere danken en bidden. Er is voorbidden gevraagd voor, of eigenlijk dankgebed, samen met het gezin Tamminga Hoekstra. Van de Oude Weg, vanwege hun 25-jarig huwelijksjubileum. We danken God voor zoveel zegeningen in de afgelopen jaar. Willen we nu de Heere danken en bidden. Onze Vader in de hemel, wij danken u, omdat het Pinksteren geweest is. U bracht mensen samen, bij Jezus. U maakte hen vol met uw kracht, om van hem te verkondigen, in andere talen. En uw evangelie gaat nog steeds de wereld over. Wij danken u daarvoor. We danken u ook dat we daar vanmorgen van mochten horen. Heere, kom met uw geest in mens hart. Er gebeurt zoveel. En al die namen van volken en landen die genoemd werden in Handelingen 2, ja, die spelen nu ook weer volop een rol in de wereldpolitiek. En dan denken we in de eerste plaats ook aan uw volk Israël, dat zo heftig weer in het nauw gebracht wordt. En de wereldmachten die lijken hun handen af te trekken. We vragen u, Heere, bescherm hen als beminden om der vaderen wil. We vragen u ook, wil met uw geest werken? En dan bidden we voor Jood en Palestijn, voor Iranier en Libanees. Wil toch het werk van bloed en bedrog, van geweld, laten ophouden. En wilt u harten ontvankelijk maken voor de blijde boodschap dat er redding is, vrede, liefde in Jezus. Heer, dat hebben we allemaal zo nodig. Dat evangelie. Geef dat we het aannemen en het leven. En dan ook uit leven, zodat mensen het kunnen zien. Wil u danken dat uw werk doorgaat in deze wereld. En we danken u voor alle vreugden, de grote en de kleine. En we zijn ook blij met het echtpaar Tamminga en hun 3 zonen. Wat fijn om 25 jaar getrouwd te mogen zijn. Er zal ongetwijfeld veel lief en ook leed geweest zijn in die jaar. Maar we danken u dat u hen samen hebt gehouden, samen hebt gebracht. Heere, wilt u zijn met broeder en zuster, Tamminga en hun kinderen. Wil u danken. We bidden u ook voor de gemeente van Sirburen. Wilt u ook haar nabij zijn. In herloos tijdperk. En geef ook een verlangen aan de gemeente. Om weer samen te kunnen komen. In een gerestaureerd kerkgebouw. Heere, geef dat samen in de naam van Jezus. Geef dat. En ook dat we getuigen zijn van u. In ons alledag, leven van alle dag. Geef ons zo uw zegen mee op dit Pinksterfeest. In Jezus' naam. Amen. Dan is nu het collectemoment. En u kunt uw gaven geven via de QR-code of gewoon via de bekende bankrekeningnummers die u kunt vinden op internet. De eerste collecte in deze dienst is voor de diaconie en de tweede voor de kerk.
En daarna is ons slotlied, het slotlied van deze Pinksterdienst, is Psalm 87, de versen 2 en 3. Rahab en Babel zullen u behoren. Psalm 87, de versen 2 en 3. Dan zijn we nu aan het eind van deze dienst gekomen. Verhef uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht overlichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.